toen de wonden. Oh, heerlijk om dat te kunnen zeggen. Want ik ben in Frankrijk. En ik was nu soort van aan het snel wandelen. Langs het meer hier zo. Als ik bij meer ben, ga ik nog even een stukje vertellen. Oh mam, ik ben zo blij. Oké, ik ben nu beneden bij het meer. Sorry als ik hijg, maar ik heb er net even een stukje hard gelopen terwijl ik super verkouden ben. Dus alles zit dicht. Maar in ieder geval, welkom bij een nieuwe video. Kijk een beetje tegen de zon in, maar dat maakt niet uit. Heerlijke zon. Ik ben dus in Frankrijk. Ik heb een herexamen gehad. Als het goed is ben ik geslaagd, fingers crossed, but ja, je weet het maar nooit. En ik ben even een weekje op mijn favoriete camping. Jullie hebben al vanaf deze camping eerder een vlog gezien. Toen hebben jullie dit meer ook gezien in mijn video. Hier is zo mooi, dus dat wilde ik even met jullie delen. Dus hier komt het filmpje van het meer. Is natuurlijk in het Frans meer. En na die video dacht ik, ik moet gewoon een vlogcamera hebben om alle favoriete momenten van mij vast te leggen. Dus nu hebben jullie eindelijk gewoon een vlog vanaf deze camping. Ik kom niet meer uit mijn woorden, ik heb echt heel hard gerend. Ik heb me voorgenomen elke dag even te hardlopen. Dus dit is mijn hardloop outfit voor vandaag. En ik praat niet al te lang. Dus heel veel kijkplezier bij deze vlog van mijn favoriete plekje in Frankrijk. Goedemorgen, nieuwe dag en ik wilde graag fietsen, alleen het is gewoon langs de weg, dus hoef ik niet in mijn outfit. Ik ga gewoon maar fietsen. Zo verder al? Oh, daar komt hij straks al. Nou, we zijn dus in Corrèze aangekomen en ik sta hier nu voor de boulangerie. En wie mijn vorige Week in France video heeft gezien, die weet dat ik toen ook naar de boulangerie ben geweest. Maar die zit dus aan de andere kant. Kijk, je ziet hem nou niet, dus eigenlijk niks kijken, maar daarachter zit nog een boulangerie. Maar het grappige is dus, als deze open is, is de andere niet open. Ze zijn gewoon van dezelfde eigenaar. Samen met Vilante Boulangeries. Echt, dat houdt me echt al 10 jaar bezig. Het is avond, ik heb gegeten. En we lopen nu over de camping. Want de oude baas van de camping, die heeft het overgedragen aan zijn kinderen. En het is een hele leuke opa. En wij gaan nu naar het nieuwe campingdeel. Maar mijn opa kan Frans. En hij kan geen Engels, dus mijn opa moet alles vertalen. Dus lopen nou als en de oudste vrouw die meegaat, die is 90, dus die gaat met het golfkarretje mee hier. En we lopen nou allemaal achter hen aan. Super hilarisch dit. Het is dus een heel nieuw stuk hier zo bij de camping. Het heet Nature and Sense Neighborhood. Het is heel mooi. De dag en ik ben net met opa even naar een stukje naar het meer gelopen, dus dat is de eerste dag. En ik ga jullie een plek laten zien met een verhaaltje. Dat is namelijk deze boom. Hier is de camping naar vernoemd, Le Pin Parasol. Parasolboom. En ik weet nog wel, we hebben toen een keer een video opgenomen als de familie van het filmpje voor de reclames en zo. En toen zijn we ook hier geweest en ik vind het zo'n mooi plekje. We zijn bij de Hyper U en mijn taak wordt macarons vinden. Oh,
Weet ik niet of dat ze die hebben. Macaron, 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 macaron. In pistache, nou, bij chocola en alles wat je maar wil. Hé, het is weer veranderd. En dit heeft dus allemaal andere smaken dan ze normaal hebben. Dus hier zit appel, mango en karamel bij in plaats van pistache, citroen en aardbei. Hey. De volgende dag en ik ben weer aan het hardlopen. En ik heb jullie hier bij dit plekje neergezet, omdat ik het jullie wil laten zien. Ik zou even zo gaan staan, zo heb ik, sta ik niet tegen het licht in. En dat is dit. Zie je dat? En ik vind dat er altijd zo leuk uitzien. Dus die wilde ik even met jullie delen. Ik hoop heel erg dat het vandaag een zwembaddagje wordt. Want ik ben gewoon niet zo heel lekker. En ik heb eigenlijk ook gewoon nergens zin in. Dus ik hoop dat het een zwembaddagje wordt. En dat jullie gewoon even wat zwembadbeelden zien vandaag. Morgen is het zondag. En dan gaan we naar de markt. Daar heb ik wel echt veel zin in. En dan gaan we ook naar het strand toe. En dan neem ik jullie natuurlijk ook even mee. En ja, jullie hebben het al gezien. Maar dit uitzicht is echt heerlijk. We zijn vandaag op de markt in Bretenjossen, weer niet zo ver van een camping vandaan. En we gaan even kijken wat we hier allemaal kunnen doen en zien en kopen. En daarna gaan we lekker patatjes eten op het strand, hier zo in Bretenjossen weer. Want het wordt vandaag gewoon 28 graden, terwijl het in Nederland stormt. Nou, ik heb het cadeautje, het zit hierin. En deze hadden ze toch op de camping. Dit is het bandje. Hierop staat zijn naam. En deze heeft hij dus helemaal zelf gemaakt. En ik kon de kleur kiezen en de schabloontje zo. Heel gaaf. Nou, op. Was te lekker. Sorry. Nou, zoals ik dus al zei, zijn we hier zo. Althans, ik zei het niet, maar je zag het aan de frietjes die er niet meer waren. Daar kwamen we vandaan. En we staan daar CG. En dit is een oud gebouw wat hier al heel lang leeg staat. En elke keer als we hier komen, dan fantaseren we over hoe leuk hotel het zou kunnen zijn. Dit is Bretenjossen-sur-Mer nog steeds, maar dan het strand. En wij noemen dit ook wel het stenen strand. En dat komt door alle rotsen die hier liggen. Kijk maar. En ooit is een hele erge storm geweest een keer in de herfst en toen stond het water dus voorbij de rotsen. De rotsen zijn dus eigenlijk een soort van om het water tegen te houden. We gaan een toetje nemen, namelijk een lekker schipijsje. En dat doen we hier zo in Saint-Gilles. Ja, ja. Ik neem altijd kindersmaak, want ze zijn het lekkerste zoet. Vanille Smarties en Smurfen. Kijk nou, wat leuk. Mijn haar. Jongens, hallo, wij zijn in Lestat de Doulon en we gaan naar de vuurtoren toe, want dat wilde ik heel graag. Ik had hem namelijk op Pinterest gezien. Ik kan me niet meer herinneren dat ik hier ooit ben geweest, dat het super dicht is waar ik eigenlijk bijna elke keer naartoe ga. En het is hier heel mooi en het is lekker weer. En dit is mijn jurk. Nou, hey Lijn, voor niks, wat is afgesloten? Hé, hey, maar deze is nog een andere weg hoor. Daar zo, bij dat huis. Neem ik toch gewoon een andere weg. Maar ik kon er dus niet bij. Ik had echt nog hele goede hoop. Dat vind ik wel heel jammer. Dat was heel mooi geweest. Maar ze zijn bezig met werkzaamheden zo te zien. Wist je dat Le Sable d'Olon eigenlijk, wat zei je nou opa, 3 echte vuurtorens had? Ja. Want? Kom het even vertellen. Nou, er zijn
Er zijn verschillende havens namelijk. Gewoon de transporthaven, de jachthaven. Ja. En dan uiteindelijk hadden ze de vuurtorens daar speciaal voor gemaakt. Kijk, daar, als je daar in de verte kijkt. Ik zie hem. Ja. Wacht even, ik ga even kijken of ik hem goed in beeld kan brengen. Oh, als je kijkt, zie je hem daar. De vuurtoren van de oude toren. Daar, ja. Hier is nog een vuurtoren toch, opa? Want hier hebben we nog een vuurtoren daar. Ja, maar dat is... Ja, het is een vuurtoren, maar eigenlijk zijn het havenlichten. Want als je aan de andere kant kijkt... Oh. Daar zie je dus... Daar zo. Daar is een groen licht. Het groene licht. Dus dat betekent voor de scheepvaart... Groen, ja. En rood. En wat betekent groen en rood? Waarschijnlijk stoppen en doorgaan. Nee, links en rechts. Oh! Stuurboord en bakboord. En bakboord. Maar wat is nou stuurboord en wat is nou bakboord? Maar stuurboord is rood. En dat is rechts? Ja, Ezelsbrugje is zit een R in. En dan bakboord is links? Ja. Nou, bedankt opa. Goedemorgen. Ik heb de afgelopen 2 dagen niet gevlogd. Maar dat kwam omdat de vorige week... Deze schade met de terugreis vorige week, gisteren. En dat we bijna in de vangrail zaten, dus bijna een ongeluk hadden gehad. Toen dacht ik, nou even niet. En eergisteren tot het opruimdag, want we zijn met de caravan. Dus daar heb ik niet gedaan. We zijn nu in Normandië en we gaan straks naar huis rijden. En wat vind ik van deze camping? Ik weet het niet, maar ze hebben wel dieren. En even kijken bij dieren hoor. Kippen. Een heel lui mini varken. Oh, dat staat op. Dat staat op. Nu komt het. Dan gaan we even verder. Nou, ik heb eigenlijk geen zin om verder te lopen, sorry. Maar daar staan dus een Shetlander, ezels, schaapjes en geitjes. En als je afvraagt hoe vroeg het was, dat heb je gezien, want er staat dat hieronder in beeld bij de volgende dag. Leuk hè? Ja, leuk! Oh, zou ik nog even laten zien wat ik aan heb? Best leuk toch? Best wel. Ja, voel ik nou ook. Dankjewel. Ja, dat was het voor vandaag. Denk ik, als er nog iets in stond onderweg, dan zien jullie me dan. En dan zien jullie me gewoon weer thuis in Nederland. En dan sluit ik de vlog af. Nou, even een broodje gehaald met kip en tomaat. En ik was dus best wel zenuwachtig voor vandaag, omdat ik mijn uitslag zou krijgen. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Dus ik zie jullie gewoon straks thuis weer, als ik veilig thuis mag komen. En eerst ga ik lekker mijn broodje met kip en tomaat eten.